De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Het zijn barre omstandigheden in Almere. Maar de ploeg onder interim trainer Tobiasen speelt dus tegen het laag geclasseerde Topos. Hier is het graaien van Perquis en daar is Thomas Verheid. Pas zijn vierde optreden, zijn derde basisplaats. Hij speelde eigenlijk sinds augustus niet meer, maar is nu alweer onder die nieuwe coach goud waard. Want hier is de 1-0 van de Haagse spits in de dienst van Almere City. Topos probeert het dan natuurlijk wel. 18 in deze competitie en dit is een aardige poging van de man die er vorige week 2 maakte in een winstpartij, Giovanni Buettner. Hij werd toen gewonnen van Eindhoven. Het wordt steeds meer en meer winters. Dus de inzet, goede inzet overigens, van de lijn wordt gehaald van Piqué. Het is niet groot, maar er wordt hard gewerkt door beide ploegen. Hier is Venema. Ook weer is in de basis en ook hij scoort. Zowel Verheid als Venema, dus trefzeker. En dat hebben ze in Almere graag. Ze hebben een tijdje moeten toezien hoe de ploeg het slecht deed. En nu is daar ineens weer Venema met de 2-0. Venema mag dan ook nog de penalty nemen. Dat moet je misschien nadat er een overtreding op jezelf is gemaakt niet altijd doen. Perquis, de Franse doelman van Topos, pakt deze penalty van de Utrecht-huurling. Dan de hoekschop. En ja, die gaat er wel in. Er zijn spelers van Almere die juichen. Maar daar is geen enkele reden voor. Want het lijkt toch een eigen doelpunt. Maar Mirani staat er in elk geval het meest in de buurt. Maar Piqué is degene die hem maakt. Eerste overwinning onder de nieuwe trainer, Tobiasen. Er wordt gewonnen met 3-0 van Topos.